Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto van vanmiddag kwart over één zien we dat het nog steeds in een groot deel van het land grijs en bewolkt was. Onder die bewolking zat een laag met nevel en mist. Maar in Zeeland en in het zuidoosten scheen de zon volop. En die nevel en mist bij temperaturen onder nul zorgden hier en daar voor fraaie plaatjes. Ik kreeg deze van Jannes Wiersema uit het oosten van Groningen, Rode School om precies te zijn. En nou, schitterend toch? Sneeuw nog, daar ligt behoorlijk wat, zo'n 5-6 centimeter nog, maar ook die bomen, helemaal wit van de rijp, zag ik hier in Hilversum ook. Nou, die mooie plaatjes, die horen echt bij temperaturen die onder nul zijn en dan ook nog mistige omstandigheden, dan vriest dat vocht vast aan de bomen. Vanavond blijft het vriezen, er kan weer hier en daar wat nevel en mist ontstaan, maar ik denk dat het zicht niet meer zo slecht zal worden als afgelopen nacht. In de nachtelijke uren komen er wat meer opklaringen en dan liggen de minima zo tussen de 0 en de min 4 graden. En in het uiterste oosten van Groningen kan het nog min 6, min 7 graden worden. Het is overal droog, maar de wind die neemt wel in kracht toe. Een windkracht 3 tot 5 en juist daarom is de kans op mist een stuk kleiner. Wel laag hangende bewolking. En dan krijgen we met de dag van morgen te maken en dat is de dag van de dooiaanval. Want vanuit het westen komt er een regengebied aan. En als we morgenochtend om 10 uur kijken, dan zien we dat we boven Nederland al veel bewolking hebben, in het oosten nog een klein beetje zon, maar dat er vanuit het westen heel veel regen aankomt en die regen ligt boven Engeland. Nou, is het bij ons dan nog koud? Temperaturen in het oosten rond het vriespunt, dus als die neerslag verder trekt, dan wordt het spannend in het oosten. Dan kan het tegen en in de avonduren gaan ijzelen en er kan ook natte sneeuw vallen. Nou, die kans op ijzel is heel erg klein, en vooral voor het uiterste noordoosten, maar natuurlijk wel extreem glad. Dus dat is wel iets om in de gaten te houden morgen. Het regengebied trekt daarna vrolijk verder, daarachter zit zachte lucht, en dus krijgen we te maken met hogere temperaturen. De winter raken we morgen kwijt. Uh, die moest ik aanklikken. Dat betekent: morgen in de loop van de dag vanuit het westen dus regen. In het binnenland misschien ook wat natte sneeuw en in het noordoosten misschien ijzel. Dit zijn de temperaturen voor morgenmiddag, dan 0 graden in Groningen en 3 à 4 graden al in de westelijke helft van het land. In de avonduren gaat het kwik langzaam verder stijgen. En zaterdagochtend is de vorst dan echt overal weg. Dus kijken we naar het weer voor het weekend. Dan zien we een schitterende zaterdag met flinke zonnige periode. Een wind uit het zuidwesten die af en toe een beetje stevig is. En het is droog. Temperaturen 6 tot 9 graden. Doet nog weinig aan de winter denken. Zondag is wat bewolkter. Kan er vooral in de ochtend en eerste deel van de middag ook wat regen vallen. Daarna breekt de zon weer door. En ook maandag een droge dag met van tijd tot tijd zon. En kijk naar die temperatuur. Die loopt dan op naar 10 graden maar liefst in het zuiden van het land. En houden we die hoge temperaturen dan voorlopig? Nou, daar lijkt het dus wel op. Slecht nieuws voor de winterliefhebbers, want de hele volgende week, of beter gezegd de hele rest van de januari maand, lijken we maxima te hebben die eerder tussen de 7 en de 10 graden zitten dan rond de 5 graden. Enkel nachtje kan misschien nog nachtvorst opleveren als er weinig wind staat en het opklaart, maar in het algemeen ook al in de meeste nachten geen vorst. De winter morgen dus echt weg uit het land en daarna iets te zacht januari weer. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl